kunnen de zeeleeuwen dag en nacht vrij rondzwemmen in de binnen- en buitenbassins. En de dieren mogen altijd zelf bepalen of zij meedoen aan de presentaties. Omdat zij hier vrij zijn, is het belangrijk dat afval in de bak wordt gegooid en dat er niets achterblijft. De uitgangen bevinden zich tussen de tribunes. De eerste drie rijen van de tribunes kunnen nat gespetterd worden. Als je zeker droog wilt blijven, neem dan plaats vanaf rij 4. We gaan bijna beginnen. Tel je mee? 10, 9, 8, 7. Om die rust te vangen moeten ze ook echt snel zijn. Maar zijn alle zeeën dan ook even snel?
snelheid van de zeeuwen. En wat is de snelheid kunnen ze ook die deuk heeft een hoge sprongmaat van wel 3 meter hoog. Maar springt elke zeeuw nu echt weer hoog? Nou, dat is echt belangrijk. Heel simpel, de eerste de zeeuw die het hoogst springt, is de winnaar. Thank you.
De natuur bestaat dus uit veel verschillende soorten en leefgebieden. Alles is in evenwicht. Sterven te veel soorten uit, oftewel hou je te veel blokjes uit de boren, dan stort de boren in. Dat kan grote gevolgen hebben. Als leefgebied verdwijnt, bijvoorbeeld door houtkap, moeten dieren op zoek naar een nieuwe plek om te leven. En als er minder bomen zijn, wordt er minder zuurstof aangemaakt en minder koolstofdioxide vastgelegd. Daardoor wordt het warmer en neemt het risico op overstromingen toe. Er zijn dus veel mogelijke gevolgen voor dier en mens als biodiversiteit verdwijnt. Gelukkig kan biodiversiteit ook herstellen. Samen kunnen we biodiversiteit weer vergroten. En als we goed voor de biodiversiteit, dus voor de natuur zorgen, behouden we het evenwicht. Hoe staat de natuur? Hoe staan alle organismen, dieren en planten?